touch mine. Yo, kijkers van België, welkom bij deze nieuwe video van vandaag. Ik ga vandaag FIFA 16 demo spelen voor de tweede keer. Het is zo'n tof spel dat ik het nog eens een keer wil spelen. Oh, wat heb ik gedaan? Is dat nog traditioneel? Ik heb net mijn footteam gemaakt. We gaan tegen Chelsea spelen. Ik zal mijn team even laten zien. God, Alves, Godin, Varane, Juan Fran, Marcelo. Dit is mijn team. Ibrahimovic is kapitein. Ibrahimovic is gewoon de beste speler van mijn team. 89 is hij. Is niet mijn beste. Want Ronaldo is er ook bij. Ronaldo 95 denk ik dat het is. Als ik me niet vergis. We gaan eens even de spellingstelling gaan. 6 minuten semi-prof. Laten we de wedstrijd spelen. Ik hoop dat het een toffe wedstrijd wordt. We gaan gewoon direct beginnen als het kan. Hup, weg. Hup, yo, skills. Oké, zo. Let's start. En mensen, dit is gewoon een gameplay. We gaan gewoon doorskippen wanneer er een toffe ding is. Dan is hij er gewoon. En meer niet. Shit. Niet goed. Niet goed. Holy shit, jongen. Wat een save. Wie mijn keeper is, weet ik niet. Shit, man. Mijn keeper is pro. Die hebben ze goed geüpdate, die keepers. Ibra. It's a real tussle between the two of them. Try and get the ball. Clear his lines. Fuck. Dat is bijna. Let's see what this one brings. En de net gaat is het keihard aan het regenen en nu schijnt de zon. Ja, dit is hem. Laten we het nog eens proberen voor de tweede keer deze keer. Oh, de hak en de paas en de voorzet en de kop. Oh, damn. Deze keer mislukte het. Jammer genoeg mislukte het deze keer. Binnen een paar weken, als ik een paar keer FIFA 16 demo upload, ga ik waarschijnlijk. Ja. Goal! Yes! Fuck yeah! 1-0. Ibrahimovic heeft gescoord. Dat is mooi gedaan. 1-0 in de 31e minuut. Veel in Santiago de Bernabéu. Iets minder als vorige keer. Oké. Keeper. Holy shit, dat was knip. Let's make a new goal. Okay. Oh, wat een pas. Ja, dit is hem. Dit voelt gewoon Ronaldo. Was het? En hij trapt. En hij mist het gevoel. What the fuck, jongen. Dat is er echt over gewoon. Hallo. En Ronaldo. Die is er mooi bij. Oh my god! Zlatan Ibrahimovic. Zo, het is pauze. Tweede helft gaat hopelijk beter. Ja, dat is hem. Oh my god, mist die, hè? Ik ga ze niet. Corner. Dat was weer goed geprobeerd. Fingers crossed. Oh, mis ik weer. Oh my godness. Mensen, ik had gezegd dat normaal gezien vandaag een Minecraft video online komt. Voor meer informatie over het schema. Moeten jullie naar www.bloggen.be gaan. /Belgium-Minier. Daar vindt u alle informatie van wanneer we een video online zetten. Oh, mooi gedaan. Voorzet en het schot en het mist hij nog ook, hè. God, man, wat de hel. Maakt geen 1-1, hè. Goh, maar gelukkig.
Oh my god. 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 Shit, jongen. En dat is een mooie avond. En hij schiet hem schitterend binnen. Fuck yeah. 2-0, jongen. Iedereen moet ik. 2-0. Kom op, lopen. Oké, voilà. 2-0 is het geworden, mensen. Not very good. En dan gaan we al de ploeg voor de nieuwe video laten zien. Die ga ik nog op deze video laten zien. Ik ga gewoon weer mooi op een 4-3-3 aanval spelen. Ja, ik wil dat. Laten we eventjes kiezen. We gaan Neuer pakken. We gaan zorgen voor een Duits team. Natuurlijk, hier hebben we het al zitten. Dat is niet goed, hè. Ja, hier ook al. Ja. Dan zullen we gewoon even moeten kijken. Dan moeten we gewoon zien of we een... Hopelijk hier weer een van Dortmund. Of van een andere. Sain, pak wel. Bayern München, nice, kutsen. Ja, nu weer aan. Fernandinho. We gaan natuurlijk nog wel andere mensen zitten als het gaat, maar voorlopig gaat het niet. Lucas. We hebben gewoon wat spelers in. Ja. Wolfsburg, hè. En dit wordt dan... Lavezzi. Nu, die keeper moeten we niet vervangen, want de keeper is onze kapitein. Dus we zetten de reservekeeper van Dortmund bij München. Natuurlijk, de linkse achter hebben we, maar geen CV, dus dan zetten we de CV van Socrates. En verwisselen we die zo, dan hebben we daar mooi al gefixt. Moet van Borussia van Duitsland zijn. De rechtsachter hebben we ook niet, dus dan zetten we ook al mooi. Zo, dan hebben we al een mooie lijn van achter van volledig Duitsland. Linksmid. Hadden we al, hebben we gezegd dan. We gaan een rechtsmid hebben. En die krijg ik ook mooi gepackaged. Dus die zetten we er. Dat is een CM. Ja, weet je, we houden die erbij. Als het dan, als ik geen CM meer krijg, dan zet ik die erop. We zitten hier met hem. Benteken. Ik heb hem opgegeven op alsjeblieft. Dat doet zijn ook Duitsers. Dat is ook een Duitse ploeg, hè? Allemaal CV. Volgens mij gaat dit te worden, want... Ding is achter. Ja. Not good, hè. Zit hier niet goed. Cam hebben we ook al. Nog één. Ja. Laten we die maar pakken. Nu, ik ga even wissels uitbrengen. Die gaan we wisselen met... Die, dan heb ik al plus 2. Heb ik nog een L? Die zetten we dan gewoon daar. Het klopt helemaal niet, maar een RB. Heb ik een RB van Duitsland? Of een RM? Ja, ik heb een RM, maar ik heb geen CV in de plus. Ik heb nog wel een CAM. Die CAM. En dan die met die zit in 100%. Zo, voilà, dit ziet er beter uit. Nu nog even de goede spelers verzetten.
ben tegen... We hebben geen reservespeler, dus we moeten spits komen te staan. RB, LB, RB. Twee RB's hebben we niks aan, dus die is weg. Natuurlijk heeft die voorrang op Mascherano, omdat hij een Duitser is. Dus we hebben twee Duitsers in de extra staan. Zo, dit moet normaal gezien goed zijn. Nu moet ik nog een Duitser hebben, die we natuurlijk niet hebben. Serie A. Let's take him. Zo, dit wordt het team waar we tegen gaan mee gaan spelen. 14 Bundesliga, 6 spelers van Borussia Dortmund en 6 spelers van Duitsland. Dit wordt het team dat we de volgende wedstrijd mee gaan spelen. Mensen, bedankt om te kijken naar deze video. Vergeet alvast niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren op Belgium Miniair. En dan zie ik je graag bij een volgende video terug. Waarschijnlijk hierachter bij FIFA 2. En dan zie ik tot de volgende keer.
make the ground shake.